Ik ben Arnold Hartman en ik ben junior adviseur zorgtechnologie bij Hollander Techniek. Als adviseur zorgtechnologie help ik de zorgmedewerkers om goed om te gaan met de technologie. Wat ik veel doe tijdens mijn werk is ik ga op klantbezoeken. Daarnaast maak ik ook protocollen en handleidingen voor de begeleiding van de zorgmedewerkers. Ik ben eigenlijk een schakel tussen het zorgproces en de techniek. Nu zijn we bezig met een zorgplatform met woon- en veiligheid. Dus bijvoorbeeld een bewoner is gevallen, kan op een halsalarm drukken en de medewerker krijgt daar dan een melding van op de telefoon. En die kan dan met de telefoon weer contact op afstand zoeken met de bewoner. Een leuk project waar ik nu mee bezig ben is onze tablet die normaal bij bewoners staat, opnieuw aan het inrichten, aan het kijken wat er allemaal mogelijk is. We zijn nu in de kelder, in de demoruimte. Hier testen wij onze producten uit voor de klant en maken ze helemaal klaar. Deze tablet is voor de bewoners, dus niet voor de zorgmedewerkers. Ik ontwikkel hier de tegels op, dus de werkende functie. En de zorg en de bewoners leveren aan wat zij hier op willen hebben. Dit is een voorbeeld van de technologie die we nu aan het inzetten zijn. Maar we doen nog veel meer. Bijvoorbeeld een aantal sensoren die we nu inzetten is een halszender, een trackcord, maar ook dwaaldetectie. Ik zie veel toekomst voor deze markt, de zorgtechnologie. Er is veel hulp nodig bij de implementatie daarvan, want het werkproces in de zorg moet echt veranderen. De zorg moet technologie gaan gebruiken. Dat is de toekomst. En om technologie in te zetten, moet je je werkproces veranderen. Als je je werkproces behoudt en daar technologie in zet, dan levert je dat meer werk op.